een eerste samenspeeldag 19 te analyseren. En ja, Standaard was wel de ploeg van dit weekend, hè, met Jannik Ferreira. Ja, ja, natuurlijk. Ze hebben een sterke wedstrijd gespeeld tegen Club Brugge. Met Ferreira die in begint een paar vreemde beslissingen heeft genomen. Hè. Bijvoorbeeld Bandame op de bank gezegd en gisteren was een van de beste. Ja, hij heeft een paar wedstrijden nodig om echt balans te zoeken in de ploeg. Maar je ziet dat met dit duelkracht inzet en fysieke opstelling, Standaard is echt een kandidaat voor play-off-1. Een paar maanden geleden en niemand heeft die verwacht. Kandidaat play-off-1 of een zekerheid? Ik zeg kandidaat, omdat Kortrijk is ook een speler, een ploeg die meedoen voor play-off-1. Genk altijd in een mindere periode, maar oké. Alle drie ploegen zitten nu met dezelfde punten en ik verwacht dat tot het einde van de reguliere competitie tussen die drie ploegen zou vechten voor de zesde plek. De grote man gisteren bij Standaard was uiteraard Tossevier. Ja, uitstekend. Hè. Met zijn acties, hè. Echt een nightmare voor Wollingoli. Hij heeft alles perfect gedaan. Hè. Altijd een oplossing naar voren gezocht en was echt een klasse speler. Ja. Wie dat nog een nachtmerrie was uiteraard Canesina voor een Sakala bij Anderlecht. Ja, dat is echt waar. Canesina was waarschijnlijk extra gemotiveerd hè, om tegen anderen te spelen. Oostende heeft een goede wedstrijd gespeeld, Anderlecht iets minder. Maar Canesina heeft echt veel kwaliteit en als je vertrouwen geeft aan zo'n speler hè, en elke week speelt regelmatig, je ziet dat veel kwaliteit geeft om te spelen. Zie je hem ook nog terugkeren? Dat zou moeilijk worden, maar ik denk dat Oostende is een ideale ploeg voor hem. Mm-hmm. En we zullen zien na de play-off-1 hoe zijn prestaties zijn en misschien een stap hoger ook in de toekomst. Ja, ook opvallend gisteren wel echt het nieuwe publiek, toch een deel van het publiek dat zich keert. Tegen de coach best niet gehaald, het is niet de eerste keer. Ja, iedereen kent het publiek van Anderlecht. Ze willen zijn ploeg niet alleen winnen, maar ook goede voetbal zien. En zelfs met de wedstrijd 1-1 en met die spelers, ze willen 3 punten. Ze waren boos voor de wissel. Kara kreeg rode kaart en Suarez had naar dat. In mijn ogen was Suarez een van de beste spelers bij Anderlecht, ja. Maar oké, je moet een beslissing nemen en sowieso een verdediger zetten. Terug met 4 verdedigers achterin. Maar oké. Er komt nu heel veel druk ook op die match tegen Club. Ja, op dat moment was de logische wissel, maar ik begreep dat de supporters willen voor de 3 punten gaan. Ja. En daarom een beetje de kritisch tegen Hassi. Ja, bedankt voor jouw terugblik. Het was ook jouw laatste analyse eigenlijk, hè, van 2015, want ja. Je hebt nog plannen. Hè. Ja, ik speel met Westcott Wilbeck volgende zaterdag en ik vertrek de dag erna naar Argentinië voor een paar dagen. Dus, prettige feestdag voor iedereen hè, en goede nieuwjaar. Oké, bedankt.